Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Ja, dit is de allernieuwste generatie Lexus LS. En LS staat dan voor Luxury Sedan. Het is het vlaggenschip van het Lexus programma. Maar weet u dat dit absoluut niet het topmodel uit de Toyota familie is? Nee. Met een prijskaartje van tegen de 200.000 euro is deze President Line het absolute topmodel. De duurste en de meest prestigieuze auto van de Toyota concern op de Nederlandse markt. Hij is voorzien van een fraaie audio-installatie van Mark & Leveson met de hand afgewerkte dashboardcomponenten. Hij heeft een fluisterstille aandrijflijn. En in deze President Line heb je dan ook nog eens een keer die Ottoman stoel, waarin je lekker relaxed onderuit gezakt kan zitten. Met je beentjes gestrekt, want die voorstoel die schuift naar voren toe. Ja, Toyota heeft Lexus in de markt gezet als concurrent voor Mercedes-Benz, Cadillac en BMW. Alleen Toyota die wist met het embleem Toyota op die auto gaan we dat nooit redden. Dus begin jaren 80 werd het idee geopperd om een zelfstandig luxe merk in het leven te roepen. En dat werd Lexus. Na een ontwikkelingstijd van 5 jaar, een investering van maar liefst 1 miljard euro, kwam in 1989 die Lexus LS in zijn eerste gedaante op de markt. Ja, en met die auto wilde Toyota concern natuurlijk die strijd aangaan met die beroemde Duitse merken en die Amerikaanse tegenhangers. Het merk werd eigenlijk ook alleen voor de Europese markt en Amerikaanse markt ontwikkeld. Ja, daar moesten stappen gezet worden. En sinds 1989 is die LS onlosmakelijk met Lexus verbonden. Het is altijd het topmodel van de range geweest. Het is eigenlijk heel frappant dat Lexus pas veel later op de Japanse markt werd geïntroduceerd. Ongeveer een jaartje tot 10, 15 geleden verschenen die eerste Lexus modellen in Japan in de showroom. Maar die auto's die waren wel degelijk daar leverbaar. Want die auto's die werden verkocht onder de Toyota badge. Gewoon via de reguliere Toyota dealers. Daar hadden ze toen nog geen Lexus, daar hadden ze gewoon Toyota's. Ja, en dan staat hier een hele mooie limousine. Maar, wat ik al zei, dit is absoluut het vlaggenschip van het Toyota concern in Europa. Maar in Japan. In Japan wordt er een auto geleverd. Een luxe limousine. Gewoon onder Toyota badge. En die is prestigieuzer, duurder dan de Lexus LS. Die auto is inmiddels begonnen aan zijn derde generatie. En die heeft een prijskaartje van maar liefst 19 miljoen yen. Omgerekend 170.000 euro. Zo'n Lexus LS kost in zijn duurste versie op de Japanse markt 16,5 miljoen euro. Yen. En dat is omgerekend 147.000 euro. Dit is de Toyota Century. En als je even snel rond de auto loopt, dan zie je dat die Century eigen emblemen kent. Hier met de C van Century. Een speciaal familiewapen. Eigenlijk zie je alleen in de ruit het woordje Toyota staan. Voor de rest staat op heel die koets staat nergens Toyota. En toch is het een Toyota. De Century is al sinds 1967 aan het Toyota-merk, het Toyota-programma, verbonden. Ja, en dan is de huidige generatie is afgelopen juli op de Japanse markt geïntroduceerd. Want die Century wordt in hoofdzaak alleen op de Japanse markt verkocht. En dan hebben we het over 1967, derde generatie. Ja, inderdaad, deze auto kent een enorm lange levenscyclus. De eerste editie was maar liefst 30 jaar in productie. Dit is de tweede generatie. Die was maar liefst 20 jaar in productie. De gemiddelde levenscyclus van een auto is normaal 7 jaar. Deze auto dus 20 jaar. En wat maakt deze auto dan zo bijzonder? Het is een heel klassiek gelijnde auto. Zonder poespas, zonder overdadige luxe.
Hij is wel met de hand gebouwd. Er werken ongeveer 40 specialisten aan voor de handmatige productie van deze auto. Jawel, handmatig. Slechts 2% van het productieproces is geautomatiseerd. Als je dan weet dat in deze auto een V12 motor onder deze motorkap huist. Ja, V12 motor, Japanners, in geen enkele andere auto is ooit een V12 motor geleverd. Inmiddels, voor de derde generatie, hangt er een V8 hybride aandrijflijn in. Die V12 motor is na 20 jaar exclusief voor deze auto, is die met pensioen gegaan. En die nieuwe derde generatie die leunt dan ook op de techniek van de vorige generatie LS. Dus inclusief die hybride aandrijflijn. Ja, als je dan binnenin kijkt met zijn vitrage, met zijn verloersbekleding. In dit geval heeft hij lederen bekleding. Tapijt zet erin natuurlijk. Ja, dit is luxe op zeg maar de oude klassieke wijze. Ja, en wie zijn dan de kopers van deze Century in Japan? Er worden er maandelijks gemiddeld 50 verkocht. Van het nieuwe type is dat de doelstelling. Er zijn er in zijn totaliteit sinds 1967 42.000 exemplaren verkocht. Maar die auto's die worden hoofdzakelijk verkocht aan chauffeursbedrijven en aan ambassadeurs. Al kent de Century inmiddels concurrentie. En dan hebben we het niet over concurrentie vanuit Lexus met zijn LS. Nee, vanuit minivans zoals de Elgrand en de Alphard. Ja, die hoge busjes, daarin staan ook luxueuze fauteuils. Er zijn ook allerlei voorzieningen aanwezig om comfortabel vervoerd te worden. Ja, want dit is een auto, hier stap je niet achter het stuur, hier stap je achter de bestuurder. En dan schuif je nog één plekje op. En dat ene plekje, dat is aan de linkerkant van de auto. Ja, want weliswaar is dit een linksgestuurd exemplaar. De auto wordt officieel alleen rechtsgestuurd geleverd. Van de linksgestuurde versie zijn er maar 3 in Europa geleverd. En alle 3 voor de ambassadeurs uit Japan voor Europa. Ja, deze auto, heel klassiek van lijn. Heel traditioneel Japans. Het topmodel van de Toyota-concern. En dan roept Toyota, roept dan een merk als Lexus in het leven om hoger op te kunnen. Terwijl dat onder eigen label wordt het absolute topmodel geleverd, gebouwd en verkocht.